Ik heb al verhalen over mij gehoord en dacht ik, oh, wat zou ik dan een fantastisch leven hebben gehad, zegt al die seks. Maar ja, dat is niet zo. Maar nee, ik ben niet. Schrijvers zijn zelden bekende Nederlanders natuurlijk. Die zijn alleen maar bekend bij mensen die boeken lezen. Nou, en als je. Ik heb romans waar er 100, 150.000 van verkocht zijn. Dan ben je zeg maar bij 100 of 150.000 mensen bekend. Dat is een zeer relatieve vorm van bekendheid. Ik vind de stad altijd te gejaagd. Er is zeker een soort dreiging gaat ook uit van de stad. Hè, van al die gebouwen, de mensen. Je kijkt elkaar ook niet aan. Je groet elkaar ook niet in de stad. Toen ik net in Rotterdam woonde, zei ik op straat tegen mensen. Dag, hallo. Niemand groet ooit terug. En ik besefte, het heeft 2 weken geduurd voordat ik tot ontdekking kwam. Dat men dat hier niet deed. Ik won in 1994 de Hakko-prijs. En dat was met veel rumoer en tamtam, omdat Harry Mulisch natuurlijk de andere genomineerde was met de Ontdekking van de Hemel. En dat heeft echt maandenlang was dat geschreeuw op straat en gejoel en ja, dat soort dingen en uitnodigingen voor televisiespelletjes. God, ja, echt waar. Hoor. Dan willen ze ineens dat je in een televisiespelletje komt zitten of een winkel gaat openen. Nou, dat is iets voor bekende Nederlanders. Dat is niet iets voor een schrijver. Dat, in ieder geval niet iets voor mij. Ik wil gewoon mijn lezers hebben. Dat is alles. Vrouwen zijn de lezers natuurlijk. 84% van de lezers is vrouw. En ik merk ook dat ik vooral heel veel reacties van vrouwelijke lezers krijg. Zeker bij zo'n boek. Hè, dat heel erg gaat over. En het is een introspectief boek, het gaat over persoonlijke ontwikkeling van iemand, het gaat ook over de gevoeligheden van iemand en hoe die ontdekt. Ja, altijd de meeste mannen dat toch echt ongelooflijk onzin vinden.